De jury is eruit. De vier finalisten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs zijn bekend. Alleen, ze weten het zelf nog niet. Nico Komen, voorzitter van het bestuur van de Tuinbouw Ondernemersprijs, gaat op pad om persoonlijk het goede nieuws te brengen. We zijn aangekomen in Wateringen, gemeente Westland. De vestigingsplaats van Ter Laak Orchids. Dit bedrijf is voorgedragen door Rabobank Westland. Ik ben op zoek naar de broers Ter Laak. Goedemiddag, heren Ter Laak. Ja, u zult verrast zijn, hoop ik. Maar ook weer niet zo, want u heeft u aangemeld voor de Tuinbouw Ondernemersprijs. En ik kan u meedelen, het eerste onderzoek heeft uitgewezen, u bent genomineerd. Dankjewel. Samen met anderen, dus de prijs is nog niet binnen, maar dit is een belangrijke horde die u genomen heeft. Super dat we genomineerd zijn voor de Tuinbouw Ondernemersprijs. Ja, dat is gewoon een onwijs eer voor wat we met z'n allen doen. En ja, een leuke bevestiging van waar we voor staan en waar we heen willen. En wij als Ter Laak gaan toch voor de topkwaliteit in de OECD. En dat willen ze met een mooi team aan mensen doen en zo duurzaam mogelijk. Kijk voor de reacties van de drie andere genomineerden op tuinbouwondernemersprijs.nl.